Welkom bij een nieuwe aflevering Trailer Trash, waarin wij trailers van films en series checken. En wanneer we het niet tof vinden, dan stemmen we dat gewoon weg. De meeste stemmen gelden. Hebben deze weer van de kijkers? Weet ik niet. Want ik hoop dat ze dan slechtere trailers hebben uitgekozen dan vorige keer. Ik hoop het ook. Vorige keer hebben we alles afgekeken. Ja, nee, dat bijna wel inderdaad. Ik vind het leuk hoe je een soort dwergjelle bent. Dwergjelle? Hoezo ben ik dwergjelle? Als je ziet hoe jij eruit ziet, dan ben je dwergjelle nu. Ja, nu staat de camera op ons, dus ja. We kunnen het niet zien. Maar als we even terug switchen naar Jelle, kijk, dan zien we het dwergjelle. Ja. Zo bedoel je? Ja, dit is een echte Jelle. Maar zo zit de grote Jelle. Dit is nog niet een normale Jelle, inderdaad. Ja. Normaal gesproken moet dit ook natuurlijk helemaal niet aanstaan, want nu gaan jullie naar jezelf kijken. Dus negeer, wanneer er niet een trailer aanstaat, de tv maar. Ja, okay. Dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk, ja. We gaan naar de eerste trailer kijken, dan hoeven jullie niet naar jezelf te kijken namelijk. Oh, ik ben benieuwd. Ik ook. Amsterdam. Dat. Hoe heet je dat? Omdat ik Christian Bale zag. Sick. Dat heb je heel snel gezien inderdaad. Dat is denk ik een nieuwe trailer. Vette cast, man. Ook twee wel aardige films. Dus degene die dit gemaakt hebben. Wie is dat? Is dat ik dacht Michael... Michael Myers? Ja. Is dat Mike Myers, maar dan serieus? Maar wel in dezelfde gekke... Ja, dat is hem, man. Heel sick. Hij heeft zo'n gekke kop gekregen tegenwoordig. Altijd al, hoor. Nou, we gaan nu meemaken of het hem is. Jezus Christus, wat een sterke. Zie, Mike Myers. Wie heeft dit ook alweer? Timothy Olyphant. Jesus wow. Christ, hey. Taylor Swift. Wow. Remy Malek. Wat gebeurt hier, joh? Dit is de duurste film in qua actors ooit, joh. Ja. En het gaat over Amsterdam. Oppenheimer gaat over ook nog gaan, hè? Ja, dat denk ik. De HMS Amsterdam of zo. En heeft hij die dan gemaakt? Christian Bale is waarschijnlijk degene die dit gemaakt heeft. Toch? Ja, geproduceerd misschien? Ja, dat kan ook. Maar. Ik vind de titel alleen al sterk. Ja, lijp toch? Maar dat gaat waarschijnlijk inderdaad over die boot dan, toch? Ik vind het geen sterk begin, want we hebben hem nu weer helemaal afgekeken. Ja, maar dit ik ben nu al. Nu wil ik meer weten. Wanneer komt het uit? Wat is het? Coming to soon to cinema stond er. Oh ja? Dus dat, wanneer dan, weten we niet. Maar dit is volgens mij dan de laatste trailer. Iets met nazi's, jaren 30, zoiets. Ja, ik weet niet wanneer de boot Amsterdam voer. Waren er nazi's? Nog steeds, denk ik. Nazi's. Ja? Nazi's in Tuschinski. Nazi's in Tuschinski? Zagen jullie niet nazi's? Sick. Mogen we nog één keer de trailer kijken? Kan dat? Ja hoor, gewoon. Nazi's in Tuschinski. Even dus de vorige aanklikken redactie en dan gaan we hem gewoon nog een keer kijken. Dat hebben we nog nooit gehad in... Nazi's in Tuschinski. In trailer trash. Reverse trailer trash. Ja. Precies, we gaan alleen maar de trailer van Amsterdam kijken, alsjeblieft. Over en over en over. Hatsij, daar is hij weer. Nu gaan we zoeken naar nazi's in Tuschinski. Want ik denk namelijk, is het überhaupt in Amsterdam? Nee, denk ik niet. Nee, dit is niet in Amsterdam. Behalve Tuschinski. Van de director ook. Ja, het zijn twee goede films. Was dat de Tusch? Nee, die komt. Hij ziet hier, zo dit is Tuschinski. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Hier toch? Zijn het nazi's? Of zijn het... Misschien zijn het ook gewoon soldaten. Ja. Soldaten in de Tusch. Ja. Dood, man. Misschien was het niet Tuschinski toch? Oké, nu stem ik hem weg. Ja, ik ook. Nou, ik vind het leuk. Juist. Ja. Maar dit was natuurlijk niet de echte. Dit was omdat we hem de tweede keer hebben gekeken. Maar we hebben toch wel goed. De tweede keer aangezet. Dat was heel vet. Ja. En we hebben iets weggestemd. 2-1 is dat. Gaan we nu naar de volgende trailer. Je mag even naar ons, een van ons schakelen nu. Zodat de kruisjes weg zijn, de redactie. Ja, juist. Kijk. Het is niet degene die praten. Maar even wakker worden daar. Nu graag trailer nummer 2. Ik wilde bijna zeggen wat het was. The bigger the danger. Ja, heel big. The danger. The greater the heroes. Of die domme rabbits? Nee. Oh jezus, het is Disney. Ik vind die nieuwe animatiestijl zo kut. Ik vind het heel goedkoop vooral. Ja, maar ik wou net zeggen, vroeger zag het er zo fucking mooi uit. En nog steeds. Het ziet eruit alsof het een mobile game is. Ja, ik moet zeggen, ik vind de character... Is het toch... Ja, ik wou net zeggen, het is een game. Ja. Oh jezus, het is een game. Ik dacht dat het een serie was. Ja, ik wou net zeggen, dat dacht ik eerst ook. Maar wat een mobile game? Wat oprecht, de nieuwe DuckTales, die ziet er gewoon zo uit. Die ziet er echt heel kut uit. Op welke platform is dat dan? Mobile. Ik ga trouwens wegklikken. Nee, ik niet. Ik wil even afkijken. Ik wil even weten waar het op gaat komen. Redactie? Ja, dit zijn er alweer twee. Juist hem. Sorry. Ah, dat was dat expres. En wanneer komt het uit? Voor wie is het? Wat is het? Ja, dat weten we dus niet. Dat is een hele truc. Daar komen we nooit meer achter. Expres
als een kind door de neus geboren. Was wel een beetje expres, moet ik zeggen. Dan maak ik het af. Ik denk dat het een mobile game is. van een Ubisoft. Van Ubisoft, inderdaad. En hij komt voorjaar 2025 uit. Ja, ja precies. Ja. Met, nou, helemaal met, goed gewoon. Met DLC nog drie jaar later en Flawed. Ja. En een Battle Pass. Nee, maar waarom hebben ik had zoiets van, ja, ik heb niks hiermee met de Disney kinderachtige. Ga je wel. Dat is niet kinderachtig, man. Disney is Disney. Ja, jij bent de vader, dus bij jou staat het elke dag op. Dus Koos ook binnenkort. Maar dus Koos heeft net voor de aflevering gezegd dat hij graag een kind wil. Ik zou graag kinderen willen hebben. Als er kijkers zijn die graag een kind willen van Koos, meld je eventjes koos@gamekings.tv en dan stuurt hij zijn zaad op mij. Ik ben blij dat je het verkeerde iemand erin doet. Een vriesdrag. Ja, precies. Volgende trainer alsjeblieft. Oh, zweven met... Is dit een Destiny rap? Ik wou net zeggen, man. Wow. Mijn god. Dit is wel een nieuwe Destiny. No way. Oh nee, het is hack en slash. Oh nee. Dus het is een mix tussen Destiny en een Souls-like game. Let me op. Het is een soort sketch. Souls-tiny. Souls-tiny. Vind ik een hele mooie. Souls-tiny, hè? Zeg je dat? Het is Souls-tiny. Ja, oké. Okay. Dit is echt heel vet. Die grote spin, man. Ze zien er zulke vette beesten. En dan ziet het er toch kut uit. Oh, ja, maar het is ook een beetje monster op zijn pakje. Oké, hij zit wel op een draad. Ik nu heb ik hem bijna... En zijn zweefschild, à la Zelda. Ja, en à la precies hetzelfde als Horizon Zero Dawn. Ze hebben alles gejat. Ze hebben alles gejat. Ik vind de monsters superkut. Juist hem, hè. Bam. Kut game. Wat een kut game. Ja, waarom krijgen we zo'n kut game te zien? Omdat de vorige keer hebben we te veel vette shit te Heeft het net zo'n kutte naam als het eruit ziet? Solstus. Hoe zou je het Solstiny. Noemen? Solstiny is het niet? Solstiny 2. Heeft het een navelstruitjes naam? Nee, het polopadje bedoel je. Dark. Dark Slayer. Dark. Ja, het Dark Slayer Moonfighter 5. Yes. Het heet... Illusion Lands. Ah ja, oké. Wat inderdaad, wow. Heel dat kan je niet eens verzinnen. Ik wou zeggen, zo kring kunnen we niet bedenken. Nee, precies. Dus dat is een beetje clown world, toch? Ja, zo klinkt het inderdaad. Ja. Maar dat klinkt nog tof. En dit is in alles Illusion gejat. Lands. En de naam is gewoon heel weak. Mark Rutte is de president van Illusion Land. Zeker. Zoiets, hij zit ook in de game, ja. Volgende trailer, alsjeblieft. Hey, hij maakt wel echt tegenwoordig net zoveel films als Bruce Willis. Fucking hell, man. Er komen nog steeds Bruce Willis films uit. Ja, I know. Dat bedoel ik. Hij is dement nu toch? Of niet? Nee, hij kan niet meer. Hij heeft dat zijn speech organ of zijn speech gedeelte in zijn brain doet het niet goed meer. En dan kan hij niet meer lezen. Toch niet nodig. Lees ook niet? Nee, volgens mij lezen en taal. Dus, ja, precies. Ja, taal en staan. Ik vind Sylvester Stallone wel. Ik heb hem een paar keer gezien. Daar had ik echt zoiets van, wat is er aan de hand met die anabole gezicht van hem? Ja, nog steeds wel een beetje. Het is een goed verbouwd, maar hij begint steeds meer op zijn moeder te lijken, man. Ja, maar hij wordt er wel ouder. Het blijft een soort van wel grappige... Maar ik bedoel, hij maakt zoveel fucking films tegenwoordig. Ik heb allemaal boeit het niet meer. Ik heb het idee dat na elke scène, dat zodra ze klaar zijn, dat hij dan zo... En dan wordt ze bijna heel dik. Ja, waarschijnlijk. Dit is een comedy trouwens. Weet je bij wie dat echt is? Nee. Steven Seagal. Oh ja, ja. Echt de laatste films van Steven Seagal. Het is ook echt oprecht. Hij kan maar een half uurtje op de set zijn. Ja. En hij wil zijn lines niet leren. Nee, dat snap ik. Maar ik vind dit te serieus. Het spijt me. Ik kan best wel een Sylvester Stallone, trek ik wel. Ja, het is denk ik juist een beetje een comedy. Ja, maar hij denk je? Ja. Hij moet kijk, hij zit erin namelijk. Die dude Silicon Valley. Dus ik denk, maar wat staat hij nou met zijn hondbalknuppel, man? Kom op. Dat is gewoon een oude guy. Het is gewoon Sylvester Stallone glorifying shit. Het is een series. Ook nog. Het is een series, streaming vanaf 13 nou, dan is het echt bergafwaarts gegaan als hij in één keer tv gaat doen. Maar dat is voor zo'n persoon is dat echt Ik ga checken. Ik ga de Tulsa King checken. Ja? Ja, ik heb er bij zin in. Dat de film was dat ik zoiets van, hoef ik niet te zien, maar een serie... Nou, waarom dan? Gewoon omdat series een personage wat beter kunnen uitdiepen. En als het wat is... Jij verwacht een uitgediept personage. Maar opeens kreeg ik een Better Call Saul vibe. Fuck off! Ik kreeg gewoon een Better Call Saul. Ik snap die wel, alleen het is... Deze man heeft geen Better Call Saul gekeken, hè? Jawel. Nee, ik heb het laatste seizoen niet gekeken, maar... Ik moet in de lens kijken, Boris. In de lens? Ik weet dat het heel moeilijk is. Ja, ik word afgeleid. Ja, door jezelf. Ik weet niet wie bedacht heeft dat hij... Ik heb dat net verkeerd aangezet, denk ik. Nou, goed. Verkeerde trigger. Ik snap wel wat je bedoelt met die Better Call Saul. En zeker als het een beetje humoristisch is. Jij zei het is een comedy.
Ja, het dus het is een soort semi-serieuze comedy. Je mond uitwassen met zeep. Nee, maar en ik vind vergelijkbaar, ik ook... niet vergelijkbaar qua kwaliteit, maar het heeft soort van, het is een guy in Tulsa, het is ook in Amerika. Nobody. Tulsa, kijk, het is ook weer, nee, maar dit is ook alweer zo'n kutdorp, precies. Net zoals precies. Dat, waar speelt hij zich af? Ja, Phoenix of Sacramento, zo? Sacramento, weet ik het wat. Ja, inderdaad. Nou, speciaal voor Koos dan de volgende, omdat wij hier niet op één lijn zitten. We mogen echt niet iets... Je bent nu zo'n Souls-like. Zo van, het lijkt niet op Dark Souls. Ja, fuck het off, man. Deze Sylvester Stallone shit vergelijken met de fucking crime in een... grill. Hey, Game Kings, Tulsa Kings. Ik voel en je komt niet op. Verder dan... Ja, het is ook in Amerika en een klein dorpje. Man, het gaat over crime. Soort van, het gaat over een soort van volgende een suave dude met een pakje aan. Ja, en hij doet het super. Met zijn hondbalknuppel doet hij... Ja. Hoe lang ik erover heb, hoe meer het begint te lijken op Better Call Saul, die shit. Ja, hey, I'm not gonna feed the trolls. Als jij dat wil denken, mag jij dat denken. Ja, nee, Better precies. Call Sylvester. Ja, Better Call Saul. de volgende trainer, alsjeblieft. Ja. De sly, lul. Niet Sil. Sil. Met Sil, Sylvester. De sly Stallone. Met Saul. Saul, Sil. Ik voel Sylvester. Dit is Tales of the Jedi natuurlijk. Ja. Ja. Heb je dat al gezien? Ja, zeker weten. Is het van dezelfde makers als de Clone Wars en de Bad Batch en wat dan ook? Ja. Ja, dat was nee, als het van dezelfde makers is, Boris, dan is dit echt fucking goede shit, man. Ophouden. Ik kan geen Star Wars meer zien. Ik krijg jeuk zodra ik die commerciële kut zou voorbij zien komen. Nee, ik snap dat dit... Dit is niet waar. Bad Batch en de Clone Wars zijn echt ook, heel goed. De Clone Wars leuk en dit hebben ze ook geraped, man. Hoezo? Hoe ben je? Je hebt ze gewoon geraped. Geraped? Je moet het nog zien. Gewoon, ja. In de bosjes hebben ze gewoon die Star Wars franchise. Dat is wat anders. Maar wat nou als dit toevallig heel tof wordt? Ja, het wordt kijk top. Nou, sterker nog, er zitten de characters in. Maar dit is gewoon hetzelfde als... Het is echt... Als de Clone Wars. Ik kijk hier naar. Echt oprecht, de laatste van de Clone Wars zijn zo fucking goed. En de Bad Batch. Dat telt dus niet. Dit telt niet. Dit telt niet. Juist dan. Kijk, redactie is... Dit telt ook niet. Maar, waarom is dit niet gewoon Clone Wars seizoen 9? Omdat dit echt iets heel anders is. Het is commerciële, het is dezelfde characters. Gewoon, je weet dat het kut is. Dit zijn losse zes episodes. Ik ben gewoon boos. Ik word gewoon boos als ik dit zie. Het is een anthology serie. Gewoon zes losse episodes, zes losse verhalen. En waarom ziet het eruit als een mobile game? Ook al die kut graphics. Ja, dat is die stijl van de Clone Wars. Maar ik denk dat het juist voor jou zou kunnen zijn. Omdat ze meer die Star Wars shit los kunnen laten. En wat vrijheid krijgen daar. Ze laten het niet los. Ik zie nog te veel Star Wars shit. En Disney kan echt niet een commerciële... boekhouder loslaten. Hij heeft ook Star Wars Vision niet gezien. Nee, daarom. Dat bedoel ik. Je hebt Star Wars Vision niet gezien. Dus je weet niet hoeveel Star ze... Een... Jij hebt Star Wars Vision niet gezien. Nee. Kun je ook niet oordelen. Jij moet je bek houden. Je weet niet dat Star Wars af en toe een eigen franchise los kan laten en het vrijheid geeft om iets lijps te maken. Geloof jullie niet. Kijk, ik geef jou één episode van Star Wars Visions. Kijk, die, het duurt denk ik 20 minuten. Ja, een kwartiertje, 20 minuten. Van je die tijd. Shit is meesterlijk. Voor Kathleen Kennedy. Voor een vrouw. Haat toch op, man. Ik denk commerciële de vetste Star Wars die je ooit hebt gezien. Haat toch op. Ja. Vetste Star Wars ik welke aflevering ga je dan laten zien? In 1978 in de bioscoop. Dat was de vetste aflevering. Nee, okay, dan is dit nummer 2. De eerste is veel vetter. Dan is dit de tweede vetste. Nee, man. Volgende trailer alsjeblieft. Oh, dit heb ik al een keer ergens voorbij zien komen. En, Oh, nee. Ja, ik sterker nog. Ja, wat is dit dan? Ja, ik heb dit al voorbij zien komen in Games van de Maand. Game Pass. Dus ik stem alvast weg, omdat ik het heel kut vond. Oké, ik stem het ook echt wel kut. Ik hoef het gewoon niet meer te zien weg van mij. Ja. Het heet Circus Electriek. Gadverdamme. In hindsight. Ja, Circus Electriek. Het klinkt als een hele elitaire, kutte, intellectuele, semi-intellectuele game. Ik weet niet eens meer. Maar het gaat over een circus. Dus het kan eigenlijk al. Het gaat over een circus elektriek. Het gaat over een tijdsbeeld. Steampunk is het. Precies, ook heel kut. Steampunk is kut. Het doet maar... zijn kut. Circus is toch niet per se kut? Ja, ik weet dat jullie over, hoe heet die game ook weer? We Happy Few. Nee, dat je die stad in de wolken. Bioshock. Ja, dat is een beetje dat is heel anders. Nee, maar letterlijk. Nee, maar oké, er zijn altijd voorbeelden van die toevallig het dit zal hebben super kut gedaan. Ook. Ja. Maar nee, dit is Steampunk echt het meest campy shit ooit. Weet je, dude, top hats en monocles. Hetzelfde met Cyberpunk maar dan met shit. Dude, kijk hoeveel neppe kut Cyberpunk shit er tegenwoordig is. Ja, daarom. Dat is, maar alsnog vind ik het by default al niet tof. Maar ik ben blij dat we het weggestemd hebben. We zijn er nu te lang over aan het praten. Ja, maar we hebben het nu meer over, hoe heet het, in general Steampunk. Okay. Maar over Cyberpunk gesproken, Cosmote. Is dit de Edge Runners? De volgende... Oh, daar komt hij. De DLC! Nu al even klappen. Ja, ik wil even een bruggetje maken. Oh, dit is Liberty, nog wat. Liberty Phantom, Liberty. Ja.
de enige DLC die eruit komt van deze. Klinkt als een Kojima titel. Ja. Phantom zeker. Liberty. Phantom Pain, Phantom Liberty. Misschien hebben ze dat wel expres gedaan zelfs. Ik kijk hier wel naar uit hoor. Ik vond de campaign van South Africa echt dope. En ik ben hem al voor de tweede keer aan het spelen. Dus, het ziet er heel vet uit. Ja, zweep. Maar kijk dit ook. Dam! En niet meer op de last gen. Nee, ook dat niet meer. Kijk eens, lekker inclusive. Omdat hij een vrouw met kort haar. Kort haar. Lesbische vibe. Dit was het? Was dit het al? Nee, en dan stond er waarschijnlijk nu... Nee, want je hebt ook nog Johnny Silverhand en shit die je te zien krijgt. Redactie, was dit de hele trailer? Ja. Oh, wauw. Oh, wel degene die wij hebben gedownload van tevoren. Ik vind ook qua trailer van had hij beter gekund. Ja, langer. Omdat het veel langer letterlijk. Gewoon, ja. En het gebeurt bijna 2,5 nooit. Uur. Maar ik heb wel het idee, ze hebben al gezegd van na deze DLC zijn we er klaar mee. Dan doen we het weg. Ja. Dan stoppen we met die hele terwijl ze oorspronkelijk 2 DLC's hadden beloofd. Hè, maar die zitten zo hard gebomd, dat durven ze niet meer. Nee, en ik ben ook bang dat deze heel kort wordt. Dus die ga je echt een uurtje uitspelen. Ze hebben zelfs gezegd van na dit, dat ze zeiden van we doen er nog maar 1. En hij wordt alleen een new gen console. Dat komt natuurlijk omdat ze zo onderdelivered hebben. Dat ze denken van laten we het misschien ook maar zo snel mogelijk los. En ze zijn al met de Witcher 4 bezig. Weet je wat ik vind dat ze zouden moeten doen? Ze zouden dit gratis op Game Pass moeten zetten. Of gratis. Ze het gewoon standalone op Game Pass moeten zetten. Zonder de game, zonder Cyberpunk. Ja. Zodat iedereen het kan spelen. Zegt van wow, dit is vet. Leuk. En dan gaan ze alsnog Cyberpunk spelen. Ja, want ik denk dat Cyberpunk moet opnieuw. Drie, vier uur bedoel je? Zoiets. Ja. Misschien, het hoeft niet eens ik denk dat het langer is. Wel, ja, ik denk dat het wel 7-8 is. Maar dat zou vet zijn. Dat is gewoon een standalone game. Inderdaad, letterlijk een tegemoetkomentje voor iedereen die hem heeft. Ik denk dat deze DLC helemaal geïntegreerd is gewoon in de originele game. Ja, dat denk ik ook. Maar het zou tof zijn als het een standalone is die wel werkt, inderdaad. Ja. Nee, joh. Ik heb dus inderdaad natuurlijk, ik heb nog op dit moment heb ik D23 nog niet gekeken, want die gaan we nog behandelen in Nerd Culture eind van de week. Maar er zit hier wel een trailertje bij, zie ik. Van iets misschien dat... heb ik hem al wel gezien hoor. Ik heb nog niks namelijk daarvan gezien, dus we gaan kijken naar de volgende trailer. En ik ben, je ziet hem gezegd. Dan kunnen we nu gewoon allebei... ergens wat wel, en anders dan zet ik hem over 10 minuten na dit item zelf op. Maar... Wat is D23? Dat zeg ik niet. Hij was net vol lof over Disney, dus dat kan je prima zeggen. Vol lof? Oh, Marvel crap. Kom je daar nou weer aan? Oh, ik weet dat het is. Ja. No way, boys. Ja, nee, dit was ja, nee, precies. Dit, sterker nog. Hé! Hey, wat doe je nou? Wat doe je nou, redactie? Ik zeg toch, let op. Nog een keer aan. Ja, thanks. Top. Schrok me dood. Pretty content to let those calls go straight to voicemail. Je weet wat het is. This is different. Goeie baard wel. Sick. Sick is Car. Hij heeft zijn ooglapje afgedaan. Dat kan gewoon. How much do you know about your security? Gaan we nu een noir-serie krijgen? Is het een noir? Yo, noir machine! Ik denk niet dat het noir is, maar het is wel heel anders weer. Ja. Fury? Het is een beetje... Was het nou bij de console op de... Nee, het was hij. Ga je nou bij alles bij de console zeggen? Ja, ik dacht dat ik die guy ook weer zag. Dit is wel vet. Ben Mendelsohn. Wow. Ja. Gangsters. Oh, je vindt het toch wel vet. Ja, maar ik Het is een Cloak & Dagger shit. Het is een spy series. Dat is wat deze gaat zijn. Maar ja, ook wel infiltratie natuurlijk. Maar waarom ja? moet dit Marvel zijn? Ik bedoel... Omdat het vet is. Het baas het universum gewoon verder uit. Dat was Emilia Clarke. Ja, Emilia Clarke. Die speelt hierin. Met de Kai? Hij is de Crow. Nee, hij is dood. Wat is zij dan? Ik denk een agent. Jackson, ik denk een scroll. Ja. Moet haast wel. And what is that? Kijk, en hier heeft hij zo'n ooglapje weer. Oké, wat heb ik zitten kijken? Secret Invasion. Ja, nu zou het logo nog krijgen. Die mag volgende keer mag er zeker een logo op. Ik wil alleen geen YouTube-outro zien, redactie. Maar logo's die mogen er altijd op. En dan staat het Secret meestal Invasion? In Secret Invasion heet het. Oké, en wat doet het? Het gaat erover dat... Ja, ik weet niet helemaal hoe ze het verhaal overnemen, maar er zijn aliens op aarde geland die kunnen shapeshiften. Oh. En die hebben, het is een soort van web, en die hebben alle cabinets geïnfiltreerd en FBI, CIA, alle veiligheidsdiensten en zo. Oké, wie penetreert de cabinets? Ja, zo. En wat doet Samuel Jackson eraan? Ja, nou misschien is hij een Skrull. Misschien hoort hij erbij, misschien niet. Nou ja, de infiltrators. We hebben nu wel twee verschillende looks van hem gezien. Eén met die baard en dat hoedje. En eentje gewoon kaal, ooglapje en het sikje. Ja, hij heeft wel een alien tattoo in zijn gezicht. Ja.
Zo van, ik ben een alien, hier is een... Sick, zullen er twee Nick Fury's in zitten? Dat zou We weten al dat er een scroll was van Nick Fury. Maar we weten ook dat het oppervlakkige commerciële Disney crap gaat zijn. Kan. Dan. De kans is zit soms, de kans is zeker 68%. Nou, ja, ik wilde het zelfs nog wat hoger geven. 75%. Ja. Laat me weten of het dat niet is. Want dan heb je Star Wars Visions is dat niet. Jawel. Nee, zeker niet. Star Wars is 98%. Nou ja, maar dit hoort toevallig bij die 2%. Want het is niet toevallig gecorrumpeerd. Weet je wat het is met Star Wars Visions? Ze hebben gewoon Japanse animatiestudio's hebben gezegd. Hier heb je de B van Star Wars. Doe maar wat je wil. Je hoeft je niet eens aan de wetten van de lore te houden. Hallo, met Kathleen Kennedy. Kunnen jullie alsjeblieft wel een soort van hele woke agenda afwerken hier in deze serie? Want anders dan... Zit er niet in? Nee? In één aflevering. De Japanners doen daar niet aan. Nee, Japanners doen het. Het zijn Japanse game studio. Woku. Daar hebben ze geen eens een woord voor, dus ze weten het niet eens. Maar dat is waar. De Japanners kennen dat niet. Daarom. Vet, ja. En die studio's hebben dat gemaakt. Ja. Dus er is één soort van een robot die een Jedi wordt. Dat is het enige waarvan Boris misschien zou kunnen zeggen dat het woke is, want de robots zijn geen Jedi. Weet je, maar robots zijn geen Jedi's. What the fuck wordt een robot een Jedi? Jedi is iets dat zit in je. Dat komt vanuit je hart. Een robot is alleen maar van AI. Nee, precies. Dat kan helemaal niet. Daar gaat wel het verhaal over. Ja. Dat het vanuit je hart moet komen. Maar dat gaan we al. Dat is een van de... Hij voelt hem al wel. Ja, hij vindt het leuk. Ja, ik voel je transhumanistische agenda. Daarom zei ik al. Dat is het enige waarvan jij kan zeggen dat het woke is. Ja. Voor de rest is er geen woke. Ik hoef het niet. Kijk gewoon die eerste. De eerste is leuk. Jongen, we gaan je force feeden, jongen. We zitten die klemmen van... Clockwork Orange. Zitten die Clockwork Orange. Zetten we die klemmen op je ogen en we gaan je zo ervoor neerzetten. Kut shit gaan kijken van Disney. May the force be forced upon you. Ja, man. Volgende trailer, alsjeblieft. Kijk. Heel sick. Het ziet eruit als No Man's Sky, maar dan toch niet. Maar dan vet. Je bent al aan het vliegen. Je bent gewoon al aan het vliegen, inderdaad. Dit is wel No Man's Sky. Ja, maar het is dus niet No Man's Sky. Kijk, je begint te minen. Mag jij helemaal niet spoilen? Ja. Mine Man's Sky. Het is zoiets. Oh! Is het. Nee, toch? Wat? Is het vaccinatiesimulator? Is dat wat je zag? Vaccinatiesimulator 2023. 2077. Wat is het? Beelden, lijkt het? Ja, en normaal als ze gameplay laten zien zijn trailers vaak saai. Maar dat is hier helemaal niet geval omdat die trailer ook establishing is. Maar het kan ook zijn dat ik je totaal geen geduld heb. Die kan zelfs heel erg groot. Het ziet er wel vet uit hoor. Hey. Ja. Het ziet er mooi uit. Die groene wolkappen is dat. Oh, wauw. Ik denk dat het de climate change komt. Oh, jee. Zeker climate change. Splatoon 3, zag ik. Ja, nu weten we weer niet wat het is. Ik weet wat het is. Het heet Forever Skies. Waarom? Dus, omdat de wereld is met groene mist. Dus je bent climate change. Nee, ik denk dus dat je niet meer op de planeet mag leven of zo. Maar dus je moet in de lucht leven. Omdat het te veel fragiel geworden. Dat zou ik wel vet En je bent in je eentje, wat altijd een goed idee is. Ja, maar je bent wel aan het vechten tegen dingen. Ja, tegen climate change. Je was een soort olievlek aan het spuiten met iets. Dat is lijm, denk ik. Zwarte goo of zo. Dat is gewoon lijm, toch? Dat is gewoon om heavy maak spul, zodat het omhoog of naar beneden blijft. En alleen maar shit verdwijnen. Ik zou zeggen, het heeft mijn interesse lichtelijk gekieteld zo. Ja, ik vond het heel... Heel lichtjes gekieteld. Mooi, jij gaat de anderhalf uur durende premium review. Oh, vet. Kan prima. Ik weet niet wanneer het uitkomt nu, omdat we het eindscherm niet hebben gezien. Maar dat is misschien voor een volgende keer. Okay. Nee, we waren allemaal geïntrigeerd. Dus laten we verder gaan lekker met de volgende trailer. We hebben er nog drie. En dit is van Netflix, obviously. Ik ben dus zo klaar met Tweede Wereldoorlog settings. Dus ik ga het zo wegklikken. Is dit die Nederlandse shit? Nee. Nee. Kan nog steeds. Ja? Nee. Ik denk eigenlijk dat het Eerste Wereldoorlog is. Loopgraven. Ja, net zo kut. Nee, Eerste Wereldoorlog is onderbelicht. En de film is laatst al goed, toch? Welke? Het ziet er wel heel Nederland uit. Ja, daarom. Nee, maar het heeft gewoon die lulligheid. Ja, ja, precies dat. Maar er was er toch eentje met Waldemar Kornstra die ze nu zouden maken? Sorry? Het is het Oostfront iets. Ze hebben het koud, zo te zien. Het ziet er oostfronterig uit. Ik kan me dit soort nachtmerries niet eens voorstellen. Joh. Nee. Nee, dat is wel weer... Boris die klaagt heel vaak dat het heel erg vervelend is in de wereld op dit moment. Maar... Het kan altijd. Maar goed, Oekraïne zal nu ook wel. Ja, mag het. Dat is wel dit inderdaad een beetje misschien. Wat gebeurt hier? Oh, dit is een rilletje gevonden. Dus is het dan niet... Het ziet er echt de Eerste Wereld. Nee, maar kijk die oude tank. Ze hebben tanks en die de Duitse helm. Nee, maar daarom denk ik dat het Oostblok is. Omdat First ze het koud War. Hebben. Ja. Hier, toch de First World. Hoe kan het nou? Ja. Dat zijn toch niet... Hadden ze toen nazi... Nee, dat was... Hoe heet die man?
steeds de Zemo. Baron Zemo zit erin. Ja? Ja. Oh, ik vind hem ook een harde acteur, hoor. Ja. Ja, het is goed, het is een Duitse serie. Daarom is het zo leuk. Dat is geen serie, toch? Dat denk ik wel. Is het een serie? Denk dat zou ik namelijk heel tof vinden. Ja? Ja, want zo'n film, dit kan zo diep gaan, dat in een film werkt het niet. Maar het is wel echt heel duidelijk. Ik mis wel weer echt zo'n serie zoals Band of Brothers, hoor. Waarom zien die Duitsers eruit als nazi's, man? Wat is dat voor shit? Waarom de Duitsers eraan ziet als nazi's? Ja, kijk die helmen, man. Dat zijn nazi-helmen. Ja, maar daarom. Ik snap ook ze hadden die pothelmen niet. Nee, toch? De Duitse helm was toen nog niet, volgens mij. Misschien trouwens wel, hè? Dat wij altijd alleen maar die nee, man. Dat geloof ik niet. Dat had ik ook niet. Nou ja, blijkbaar. Ze gaan het natuurlijk niet doen alsof het niet... Nou, ik ga het uitzoeken zo meteen. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen. Het heet All Quiet on the Western Front. Dus wat natuurlijk een heel beroemd boek is. Nou, vandaar. Over het oosten. Hemingway? Ik weet het niet meer. Wie heeft het geschreven? Jongens, kom op nou. We lezen geen boeken. Wij zijn een soort van die mensen die zichzelf niet inlezen. Ja, George Lucas heeft het geschreven. Dan hoeven we ook niet te haten op de wereld. Nee, goed, het is een beroemd boek. All Quiet on the Western Front. Maar dus het is Quiet on the Western Front. Dus gaan iedereen naar de Eastern Front. En daarom hebben ze het Nee. Het stilte voor de storm. Dat is het idee. Maar anyways, is het een serie of is het een film? Ja, dat staat hier dan weer niet achter. Maar dat zal ik de volgende keer in de redactie googlen. En wat is het? Netflix? Ja. Netflix. Ja. Oké. Nou, dat... Ik denk wel een serie. Oké. Ja, ik denk het ook. Ik denk niet dat dit zag er langer uit dan inderdaad dan een film. Nou, tof. Ik heb zin in. Alright. Weer niet weggestemd inderdaad. Ja, ik moet wel zeggen, ik wilde het wegstemmen omdat ik klaar ben met de Eerste en Tweede Wereldoorlog en oorlog dingen. Nou, maar het is ook al voorbij, dus maak je geen zorgen. Ja, nee, ik ben te laat. ik had het weg willen stemmen. Jo, gewoon een 1945. Ja, dat is niet... Ik had het gelijk moeten doen toen ik het bedacht. Ik zweer je, ze hadden Hitler gewoon moeten cancelen, man. Dat was zeker aan de hand geweest. Die is ook op een gegeven moment wel gecanceld. Nee, die is zelf gecanceld nu. Eigenlijk wel, ja. Ja, dat is wel vet dat je jezelf cancelt. Ene laatste trailer, alsjeblieft. Ja, ik zit er ook in aan te denken. Kan ik helpen? Ik heb gewoon even geen geduld voor. Nee. Gewoon even geen geduld. Ik ook niet, ik ga het ook doen. Veel te soort van doorgedacht. Ik kan er nog geen zo van, oké, we nemen gewoon een platform game. Maar dan gaan we heel ingewikkeld doen met zwart-wit en dingen die je niet ziet. En Tim Burton stijl. Ik vind Tim Burton leuk. Laten we een Tim Burton game maken. Jij vindt dat leuk. Vind ik een goed idee, ja. Ja, maar ja, hier heb je hem. Dit is een kut game. Eyes in the Dark, The Curious Case of One, Victoria Bloom. Nou, ik denk alleen daarom al mag die gelijk. Maar dat bedoel ik. Alles wordt veel ingewikkeld gebracht. Het is gewoon een platform game. Sjaaltjes en krulsmoordraaiers. Door mensen gemaakt die niet intellectueel heel soort van hoogdravend willen zijn. Willen zijn, ja precies. Ja. Dit is pretentieus ergens. Heel pretentieus. Dus. Ja, nee, dat vind ik ook. Maar we willen niet dat hebben we kunnen afleiden van 3 seconden beeld. Zeker. Ja, maar echt een hele game de grond. Stijltje, inderdaad. Ja, ik ben er niet mee. Precies. Stel je voor dat dan die mensen hebben er jaren aan gewerkt en komen een presentatie geven bij een of andere investeerder of bij een of andere grote uitgever. En dan zitten de gasten zoals wij. Die zitten, ook met die knop. Doe het weg, doe het weg. Ja, weg deze pretentieuze crap. Hadden jullie niet of zelf wat kunnen bedenken rammen? In plaats van Tim Burton stit te rammen? Take Adam's it family. Away. Zo'n valkuil ook, weet je wel. Ja. Dat zou awesome zijn. Dat zou inderdaad leuk zijn. Laatste trailer. Deze moet heel goed zijn. I'm getting out of here next week. Heb ik al gezien. Oh, is Dead for a Dollar. Hebben wij hem in Nerd Culture gehad? Ja, deze hebben wij in Nerd Culture. Ja, dan moeten we inderdaad toch... Want ik vind Willem Dafoe en Christoph Waltz. Ja, en ik vind het dus hier en daar is het heel B. I know. Maar ik wil het heel graag zien. Weet je waarom? Omdat het zwart-wit is en toch 60 frames of 30 frames. Het ziet er echt mooi uit. Wat vind je? Mooi, ik zeg juist nee. Nee, sommige shots zijn heel vet. Sommige zijn nee, het ziet eruit als dat op video's geschoten. Ja, precies. Ja, dat wel. Ja. Die camera is gewoon cheap, lijkt het. Ja. Maar op sommige momenten. Vroeger had je dit, toen eerst met de eerste LCD-tv's gekregen. Dat leek alles op video geschoten. Ja. Dan kwam door die fresh uit. Ik weet nog dat in de eerste film die ik toen op die manier zag was SWAT. Kijk, dit ziet er fucking vet uit. En dat was in de laatste de trailer in de Tokyo Game Show. Hebben we dat gezien toen? Oh, dat kan. Maar toen was kijken. Ja, en toen hadden ze iets van: dat voelt vreemd. Inderdaad, zo'n video achter. Maar nu heb ik hem laatst gekeken. Was een hele vette film. En lekker gritty ineens. Willem Dafoe, Christoph Waltz. Die shit moet je gaan kijken, man. Ja, maar het is ergens gek dat ze dit zo... Misschien is dit de Passion Project, net zoals The Lighthouse. Waarom zit hij altijd iemand in de gevangenis? Het gebeurt wel vaker, toch? Maar het is raar, dat kleurfilter is raar. Ja, het is cheap. Ik ga het wegtrekken. Nee, het is een stijltje, man. Gek. Ja. Ja, wat? Omdat er twee grote acteurs in zitten. Ja, dat is een aardig shot. Nee, maar daarom. Het wisselt hele cheape shots af met echt geweldige.
steeds meer cheap shots. Ik vorige keer dat we hem zag in Nerd Culture zat we natuurlijk ook anders te lullen en nu wat minder analytisch te kijken. En nu zie ik het. Ik zag maar, ik heb maar twee toffe shots gezien. En die domme zoompjes ook. Zo lelijk, man. Zij met het kleine pistooltje. Ook irritant. I'm the fellow with the gun. Ik zou het nog wat checken. Ik ben niet zo van de films, maar western zal altijd wel lekker. Als je een soort western fase hebt, dan ja, dat heb ik dus echt in mijn late teens gehad. En daarna hoefde ik het niet meer te kijken. Oh, ik had het met die serie. Dat was een Netflix serie. Dat was een keiharde western serie. Dead for a Dollar. Goeie naam ook wel, hoor. Dead for a Dollar, ja. Is een goeie, ja. Put a gun in, ja, maar daarom, het klinkt heel erg oldschool western. Ja, maar ik vind hem misplaatst. Ja, ook. En ja. Christopher Waltz. Nee, ik vind het heel raar dat zij... Wat doet William Dafoe opeens in een Willem. 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 Willem, Willem fuck doe je dat? Hij heeft hier in Amsterdam op acteerschool gezeten. Oh, echt? Ja, ja, daar komt hij aan zijn naam. Ja, gelukkig heeft hij het losgelaten, want... Willem Dafoe. Nederlandse acteerscholen zijn niet heel lijp. Nee, ja, kan hij ook zo over gearticuleerd praten? Godverdomme. Zeg me dat je alles wilt. Wil je alles? Dat soort shit krijg je dan. Maar misschien valt dat in het Engels niet op. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou, we zijn, wat is het, 50-50-ish? Dit was een goede trailer trash. Ja, het is een aardige trailer trash inderdaad. Er zat veel trash tussen namelijk. Dus dan werkt het vaak goed. Dan hebben we onze knopjes weer hoe noem je dat? Ja, actie gezien. Ja, bevingerd. Weet je, we hebben ze bevingerd. En dan kunnen we nu afsluiten en gewoon wachten tot een volgende lijst en de trailer zich aandient in de Discord van jullie. Jullie hebben nu weer een beetje door hoe het moet. Vette dingen en kutte dingen. En dan zien we jullie de volgende keer. Ik vind het wel heel leuk. Ik wil vaker bijzitten. Vooral als ze echt kut trailer. Dan zet ik een Star Wars Visions voor je bij. Volgende keer. Volgende keer inderdaad de Star Wars Visions. Dat is een hele goede inderdaad. En compileer even een lijstje met relevante actuele kut trailers voor Boris. En dan doen we hem snel weer. Ja.